Als Suriname weder opgebouwd moet worden, moeten wij dat samen doen, zegt Jim Hock, voorzitter van de PALU. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie waarbij onder andere de PALU-visie op herstel Ready voor de Toekomst is gepresenteerd. De partij is van mening dat het financieel-economisch beleid vanaf 2015 drastisch is gewijzigd. Dit heeft geleid tot enorme tekorten op de lopende rekening van de overheid. Hock zegt verder dat alle sectoren waar er aan gewerkt wordt, bij wet geregeld moeten worden. Zodat er ook veel meer controle is, transparantie is op het beleid, in het beleid. Zodat we weten wat we mogen verwachten en we weten hoe dat beleid tot stand komt. Nog één ding. We hebben de afgelopen tijd mensen horen roepen om sterk leiderschap. Mensen, hoeveel sterker willen we het nog hebben dan wat we nu zien? Hoeveel sterker willen we het leiderschap nog hebben? Het gaat niet om sterk leiderschap. Want als het om sterk leiderschap ging, hoe ver zou Nederland nou zijn? Is Rutte zo'n sterke leider? Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk het niet. Wat wel sterk is in Nederland, dat zijn de instituties, de instituten. Daarom slaat die samenleving zich door allerlei problemen heen. Die comedies die wij hier zien, met boten die eten voor mensen brengen in het binnenland, in partijkleuren, zou nooit kunnen gebeuren. Henk Ramnandenlau, ondervoorzitter van de PALU, gelooft dat er binnen 6 maanden stabilisatie van de koers bereikt kan worden. Realistisch bekeken kan dit binnen 1 jaar bereikt worden, zegt Ramnandenlau. In tegenstelling tot wat andere politieke partijen, de voorzitter zei dat net al, die praten dan over 3 fasen en 4 fasen en 5 fasen. We hebben dat ook gezien onder regering Venetiaan 1, die 10 jaar bezig was zogenaamd om de schade te herstellen van regering Weidenbos. Wij geloven daar niet in, zeker als we dus de cijfers analyseren. Ik ga in op 5 onderwerpen, onderwerpen die volgens mij onder het volk leven op dit moment. En ik ga aan de hand daarvan u proberen uit te leggen hoe wij als PALU zien om uit die verschillende zaken uit te geraken. Om te beginnen leeft onder het volk natuurlijk het probleem van de koers. Hoe stabiliseren we die koers? Op de tweede plaats zie je een heleboel jongeren die geïnteresseerd zijn en op zoek zijn naar werk. Hoe creëren we dat binnen een niet al te korte tijd voor die samenleving, met name jongeren? We kijken aan tegen hele hoge schulden. Mensen vragen zich af, vallen komoto uit dat probleem die zie? Het schuldenvraagstuk dus. De toegankelijkheid tot een aantal basisvoorzieningen. En ik ga als voorbeeld nemen de gezondheidszorg. Hoe we denken dat vooral betaalbaar en toegankelijk te maken voor de samenleving. En als laatste ga ik in kort op het probleem van corruptie. Hoe we dat aanpakken en vooral op de lange termijn hoe we denken dat te minimaliseren. Henk Ramnandenlau, ondervoorzitter van de PALU. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie waar de partij haar visie op herstel Ready voor de Toekomst heeft gepresenteerd. De persconferentie is gehouden in het PALU-centrum aan de Kaffiludistraat.